Allemaal lezen voor de lijst. Tommy Wieringa, de Heilige Rita, uit 2017. De Heilige Rita is een boek over het Twentse platteland. Dat wordt daarin prachtig beschreven. Het is een ode aan het Twentse platteland. Het gaat over twee witte mannen die op dat platteland geworteld zijn. Paul en Hedwiges. En die niet met hun tijd mee kunnen. Die eenzaam zijn en vrienden of lotgenoten, omdat ze alleen leven. Die geen doel in hun leven kennen, waarvoor ze leven. Die argwanend en negatief staan ten opzichte van het Westen en de mensen uit het Westen. Die allebei een grote innerlijke leegte kennen, omdat ze niet weten waarvoor ze leven. Die troost en ontferming zoeken voor de hardheid van het leven en dat in zekere zin in het katholieke geloof vinden, of bij de Heilige Rita, zo je wil. Het boek is ook een ode aan de schoonheid van het Twentse platteland. Het geeft hele mooie natuurbeschrijvingen van dat land. Tommy Wieringa komt daar zelf vandaan uit die wereld. Dus hij kent daar iedere plaats en heeft het mooi beschreven. Het boek kent, dat is belangrijk om te weten, een alwetende verteller. Het is een boek waarin religie een behoorlijke rol speelt. Het is zeker geen thema, maar het is misschien hier en daar een motief. Ook dat vraag ik me af. Maar in ieder geval, het speelt wel mee. En vandaar dat het 33 hoofdstukken telt. En van Jezus wordt gezegd dat hij 33 geworden zou zijn. En dat is dus wel degelijk een belangrijk heilig getal, zou je kunnen zeggen. Of een getal wat naar de religie van het Rooms-Katholicisme verwijst. Die twee mannen, Paul en Hedwiges, blijven allebei trouw aan de Rooms-Katholieke kerk. Ook al doen ze op zondag er niet veel meer aan. De Heilige Rita is een boek over eenzaamheid en machteloosheid. Daar zal ik het over hebben. De Heilige Rita is een boek over het verlangen naar vervulling en verlossing. Naar het opvullen van de leegte. De Heilige Rita is een boek over verlating. De Heilige Rita is een boek over vriendschap of lotgenootschap, een van de twee, of allebei. De Heilige Rita is een boek over het verlangen naar wraak. En de Heilige Rita is een boek over het geworteld zijn in het, of op het Twentse land en in het Twentse landschap. Ik begin met de eenzaamheid en de machteloosheid. In Mariënveen leiden mensen een marginaal bestaan. Op het dorp is maar één supermarkt, die is van Hedwiges, en er zijn twee horecagelegenheden die in handen zijn van Chinezen. Veel mensen zijn er gescheiden of alleenstaand, ze zijn werkloos of hebben vage baantjes. Wel komen er veel vreemdelingen in het dorp, die zich voor een groot deel bezighouden met criminele zaakjes, Oost-Europeanen en een Rus, met stroperij en met inbraak. En de Chinezen die verdienen heel netjes hun geld met horecazaken. Dat zijn natuurlijk ook vreemdelingen. De supermarkt wordt gerund door Hedwige Scheerdink. Een beetje een vreemde, buitennissige figuur die al jaren alleen woont, net als zijn lotgenoot Paul Kruzen. Onze hoofdpersoon die al net zo eenzaam is als Hedwiges en trouw voor zijn vader zorgt, die een open been heeft en die dus de nodige zorg behoeft. Het brengt hem op een gegeven moment in het boek ook naar het ziekenhuis. Heeft een open wond. Pauls moeder is ooit van hem weggegaan. En dat ze van hem weggegaan is, dat voel je al wel aan als de geschiedenis van
Pauls vader en moeder verteld worden in het begin van het boek. Ze op huwelijksreis gaan en die Alois, of Alois, ik weet niet hoe je het moet zeggen, ik zeg maar Alois. Die Alois eigenlijk terug wil naar huis, naar het Twentse platteland. Hij is van huis een paar dagen en dan wil hij al heel saai weer gauw naar huis toe. Want het is hem allemaal te veel. Hij wil eigenlijk niet in het westen zijn, hij wil weer terug naar Twente. En die moeder gaat daar wel mee akkoord, maar daar voel je al aan dat zij anders is. En je denkt, oeh, dat wordt een saai leven, hoe zou dat gaan? Nou, dat gaat dan ook fout. Op een heel spectaculaire manier, want Pauls moeder is ooit van hem weggegaan met een Rus. Die is aankomen vliegen uit Rusland in een sproeivliegtuigje. Heel mooi detail vind ik. Helemaal uit Rusland aankomen vliegen naar het westen. En die is neergestort in het maïsveld met zijn vliegtuigje. Heeft zichzelf daar behoorlijk geblesseerd, zouden we zeggen, is behoorlijk gewond geraakt en raakt dan in het huis van Alois en Paul en die Alice, die moeder, gaat voor hem zorgen en die gaat er op een gegeven moment met hem vandoor. Een heel trauma voor die jonge Paul. Het laatste is trouwens een autobiografisch gegeven. De moeder van de schrijver is zelf ook in zijn leven op een gegeven moment verdwenen, weggegaan. Paul en Hedwiges, die mogen dan vrienden zijn, of lotgenoten, denkt Paul. Elkaars eenzaamheid kunnen ze niet opheffen. Daar heb je die machteloosheid. Ze kunnen er niet voor zorgen dat ze niet eenzaam zijn. En zo is die verhouding eigenlijk ook niet. Het zijn meer lotgenoten dan dat het vrienden zijn. In deze relatie wordt, zoals in andere relaties, veel gezwegen. Zoals een echte plattelander betaamt. Er zijn mensen van weinig woorden. Als je ziet hoe Paul met zijn vader communiceert, nou, dat zijn eenvoudige zinnetjes en dan een paar zinnetjes en dan hebben we het voor vandaag wel weer gehad. Zelfs na het vertrek van de moeder zijn Paul en die vader niet erg spraakzaam. Je zou zeggen, nu zijn ze tot elkaar veroordeeld, dus ze moeten wel, maar het zijn korte zinnen die ze uitwisselen. Maar goed, Paul die zorgt ook al heel lang voor zijn vader, dus dat zou ook wel verklaren dat hij op een gegeven moment uitgepraat is, want die beleeft verder niks, want die vader is aan huis gebonden met dat been. Dat wil niet zeggen dat Paul dat niet vanuit overtuiging doet voor zijn vader. Want trouw is een belangrijke karaktertrek van Paul. Ik geef nu even twee citaten. Eén over het praten. En zo vind ik één, die moet je uit je hoofd leren. Dat is een schitterend citaat. Is dat. Praten vergde veel van je. Een mijnenveld was het. Dus als je met iemand anders praat, dan kun je zomaar het verkeerde zeggen. Wat is dan je conclusie? Dat je het nog een keer probeert? Nee. Je zwijgt, want praten is een mijnenveld. Het gaat hier overigens over de relatie van Paul met een jonge vrouw in het dorp. Maar dat doet er even niet toe. Het gaat nu om dat praten. Waarom wordt er zo weinig gepraat? Waarom wordt er zoveel gezwegen? Het citaat over trouw van Paul, kenmerkend voor Paul. Trouw was het anker dat hij voorbeschikt door zijn zonneteken, door de modder voortsleepte. Nou, die modder is de narigheid van het leven natuurlijk. Hij is onder een bepaald zonneteken geboren. En nou ja, hij is dus trouw, daar komt het op neer. En dat kan je ook echt wel van hem zeggen. Hij zorgt heel trouw voor die vader en eigenlijk is hij in dat lotgenootschap, of die vriendschap met die Hedwiges heel erg trouw. Vader is ook iemand die heel erg eenzaam is in de relatie met zijn zoon, als je het zo bekijkt. Er wordt maar weinig gezegd, zei ik al. En hij is helemaal alleen, hij heeft niemand. En die Paul die gaat heel vaak overdag en ook 's avonds en soms 's nachts weg. En dan is die vader toch maar alleen. Op een gegeven moment ontmoet hij Ineke Wessels.
die wil wel graag een relatie met Paul. En dat zou die ook zijn aangegaan als er tussendoor niet allerlei dingen gebeurd waren die heel dramatisch zijn. En ze kan hem niet zover krijgen dat hij die relatie aangaat. Hij lijkt in zijn woede en behoefte aan wraak na de dood van Hedwiges een hopeloos geval te zijn geworden van eenzaamheid. Maar gelukkig, de heilige Rita is de patrones van de hopeloze gevallen. Dus dat geeft dan weer enige verlichting, die kun je aanroepen om minder eenzaam en hopeloos te zijn. Zelfs de heilige Rita is hem niet tot hulp. Zelfs Baptist, die getrouwd is met een Chinese, is alleen in deze roman. Zijn huwelijk is zo dat hij zijn vrouw eigenlijk helemaal niet kan begrijpen, omdat zij alleen de Chinese taal machtig is. Dus hij zegt ook, we verstaan elkaar helemaal niet. Nou, hoe eenzaam kun je zijn? Hedwiges is wel wat minder intelligent dan Paul. En hij is dan ook zo dom om hardop te zeggen dat hij miljonair is. Dat laatste is overigens niet waar. En wordt daarom ook, als je alleen wordt, omdat hij alleen woont, overvallen. En hij raakt zijn spaarcenten aan de overvallers kwijt. Die misdaad wordt nooit opgelost. Hij raakt 80.000 euro kwijt. En enige tijd later overlijdt hij door natuurlijke oorzaak. Maar hij kan er niks aan veranderen. Hij is wel woedend en hij zweert wraak en hij vraagt een pistool. Maar er komt allemaal niks van die wraak terecht. Zonder dat er iets aan veranderd kan worden, wordt zijn leven geknakt. En dat zal Paul dan ook bij de begrafenis zeggen, dat hij nu geen reden meer had om te leven, nu hij die 80.000 euro kwijtgeraakt is. Ook al krijgt hij van Paul een pistool, van de wraak van Hedwiges komt vooralsnog niks terecht. Dan het verlangen naar vervulling, verlossing, het opvullen van de leegte. Het leven van Paul en Hedwiges kent geen streefdoel. Geen hogere zin of betekenis of geen maatschappelijk doel of zo wat nagestreefd moet worden. Ze leven nergens voor. Omdat hun leven dus in die zin leeg is, bezoeken ze in Duitsland een bordeel. Want ze willen de liefde eigenlijk wel leren kennen. En ja, dat krijg je daar van die meisjes van het bordeel natuurlijk. En dat bordeel, dat wordt gerund door Stegink, die daar een uitsmijter bij heeft, dat is een Rus, zonder naam. Wat die twee jongens wel doen, is één keer per jaar naar een land als Thailand gaan, of een ander exotisch land, op vakantie gaan. Dat doen ze samen. Paul doet dat van de militaria die hij verkoopt, paraphernalia, of hoe je die curiosa allemaal maar noemt, die hij vooral online verkoopt. En die winkel loopt zo goed dat hij ervan kan bestaan. En Hedwiges, die leeft van de kruidenierszaak, die verlopen en verwaarloosd is. Sinds zijn moeder hem verlaten heeft voor de Russische vliegenier, is de leegte in zijn leven alleen maar groot geworden. We hebben het nu over Paul, hè? En de pijn om het verlies van zijn moeder overvalt hem nog regelmatig. Zoals ik zei, dat is een autobiografisch gegeven. Hij probeert die leegte te vullen met meisjes, naar een bordeel gaan, seks te hebben met meisjes. En hij heeft één meisje bij wie hij heel erg veel troost vindt en die heette Rita. Dat is zijn favoriete prostituee, zou je kunnen zeggen. Hij droomt er zelfs van om met haar te trouwen, maar hij heeft al een keer geprobeerd om een meisje in huis te nemen uit zo'n bordeel, maar dat is op een falikante mislukking uitgedraaid, dus dat doet hij maar niet. Maar bij Rita voelt hij zich goed, vandaar dat hij, als hij op vakantie is, een kettingje met een medaillon voor haar koopt van de heilige Rita, de patrones van de hopeloze gevallen.
vrouwen van een slecht huwelijk. Dat medaillonnetje of kettingje of frutseltje, dat geeft hij aan haar. Het laatste zegt hij er maar niet bij, denk ik, dat het de patrones van hopeloze gevallen is. Want dat zou wel heel erg onelegant zijn om dat te doen. Ontroerend is de afscheidsscène van zijn moeder. Paul neemt afscheid van zijn moeder. En zijn moeder zegt dan, dit is het beste voor jou en voor papa. Maar hij zegt, ik wil niet alleen blijven, ik wil niet alleen blijven. Dat is echt een ontroerend gedeelte, vooral ook omdat je weet dat het autobiografisch is. Als Hedwiges overvallen wordt en hij later overlijdt, er zit wel tijd tussen en er is geen causaal verband tussen die twee, zint Paul op wraak, op Sterrink en op de Rus. Hij rijdt dan ook naar de club, maar hij blijkt gewoon niet in staat om die Sterrink of die Rus neer te knallen met een geweer dat immers in zijn verzameling paraphernalia en militaria zit. Hij leent wel een pistool uit zijn verzameling en geeft dat aan Hedwiges, maar ook die doet er uiteindelijk niks mee. De leegte in zijn leven kan alleen beheersbaar blijven door het geloof in die heilige Rita, als een soort ritueel. Dat blijkt uit zijn begrafenistoespraak. Hij zegt, als Rita je heilige is, dan hou je je gemak. Je wilt niet dat de jager je ziet. Je blijft mooi stilzitten waar je zit en verroert je niet. Dat geeft volgens mij eigenlijk al aan dat er van daadwerkelijke wraak met een actie of zo geen sprake zal zijn. Want als je patrones Rita is, dan blijf je ondanks het feit dat je onrecht is aangedaan zitten waar je zit. Hij komt voor Hedwiges op en hij durft tijdens die toespraak bij de kist van Hedwiges de daders min of meer figuurlijk gesproken aan te wijzen. En hij is niet bang. Hij weet dat er wraak kan komen, want het wordt wel waarschijnlijk gemaakt in het boek dat die Rus en Sterrink beide de figuren zijn die hem beroofd hebben, Hedwiges. En Paul zegt, nu is Hedwiges zijn doel in zijn leven kwijtgeraakt. En dat komt doordat hij beroofd is. Zij hebben door de overval Hedwiges dus zijn levensdoel weggenomen. En nu had hij geen reden om te leven meer over. Hij noemt de overmoed van Hedwiges om zich miljonair te noemen een zonde. De Rooms-Katholieke Kerk onderscheidt, doodzonden, hele belangrijke zonden en minder belangrijke zonden. Een van die belangrijke, erge zonden die je kan noemen, is die van de hoogmoed. En dat heeft Hedwiges gedaan, zegt hij, door zich miljonair te noemen. En hij hoopt maar dat hij daarvoor vergeving krijgt. Want, zegt hij, als hij niet in het Koninkrijk der Hemelen mag binnengaan, wie mag dat dan wel? En dat heeft hij denk ik goed gezien, want kom ik zo nog op, is niks mis met die jongen. Hij vult de leegte vervolgens met wraakgevoelens. Trekt thuis een Duits legeruniform aan, jasje, trekt zijn pistool, stapt naar buiten en heeft net een beveiligingsinstallatie laten aanbrengen en het volle licht gaat aan en dan staat hij in dat licht. En hij kan natuurlijk niet buiten die lichtcirkel kijken, want hij kijkt in die lampen en hij zegt, Ivan, met andere woorden, is hier een Rus? Dan zal ik hem neerschieten, maar daarvan is natuurlijk geen sprake. En dan is het boek uit. Maar, denkt de lezer, Paul is een te goed mens om zich op deze manier te wreken. Tenminste, dat gevoel had ik. Toen ik het gelezen had, dacht ik van, daar komt van die wraak niks terecht. En wat betreft zouden er in de wereld meer Paul Cruzens moeten zijn. Dan de verlating. Ja, dat is heel dramatisch. Ik heb al iets van gezegd. De moeder verlaat het gezin
En Alois en Paul blijven alleen achter. En dat is vooral voor die jongen, Paul, een enorm trauma. En hij komt in zijn leven dan op verschillende momenten tegen dat hij ontzettend naar zijn moeder verlangt. Er is al een aanwijzing geweest dat het huwelijk waarschijnlijk scheef zal lopen. Ze heeft zich al heel intensief met die rust die bij hun thuis was bezighouden. En de ogen die glanzen op een bepaalde manier. En later zeggen, denken vooral die Paul en zijn vader allebei, hadden we maar nooit dit of dat gedaan. De vader had hem nooit uit het maïsveld moeten slepen, die Rus. En Paul had hem nooit als indringer mogen accepteren. Dan was het ook niet zo gebeurd dat zij met die Rus er vandoor is gegaan. Hij ziet zijn moeder nooit weer. Dan verlaat Hedwiges Paul. Hè? Dat doet hij weliswaar niet expres, want de huisarts die komt en die constateert dat er een natuurlijke dood is. En ook de politie denkt niet dat er iets ernstigs crimineels gebeurd is, dat er een moord is gepleegd, hoewel er wel een grote bloedvlek is op het tapijt. Maar we gaan er vanuit in de roman als lezer dat het een natuurlijke dood is gestorven. Je kunt zo, als je het over verlaten hebt, wel zeggen dat Paul in zekere zin zichzelf verlaat door wraakzuchtig te zijn. Dat past eigenlijk niet bij zijn karakter om wraak te willen uitoefenen. Maar aan de andere kant, hij is zo gekwetst door het verlies van die Hedwiges dat hij dat doet. Dan vriendschap of lotnoodschap. Paul zegt zelf tegen de pastoor, geloof ik, we zijn al decennia lang lotgenoten en ik weet niet of wij ook vrienden zijn, want ja, hij heeft daar een hogere standaard voor kennelijk. Maar ja, ze zijn beide, hebben ze geen relatie, beide zijn ze geworteld in het Twentse, beide hebben ze geen idee wat het doel of zin van hun leven is, beide zijn ze onaangepast in de zin van dat ze niets met die westerse samenleving te maken willen hebben, zijn beide bordeelbezoekers, ze gaan samen op vakantie. Dus Paul denkt, ja, wij zijn eigenlijk meer lotgenoten, maar als je dat zo'n, ik geloof 40 jaar, in ieder geval een aantal decennia volhoudt, zegt hij tegen de pastoor, dan mag je toch wel van een vriendschap spreken. Dus daar is hij zo bescheiden in, want ja, wij zouden als lezer zeggen, ja, dat is een vriendschap. Dus die Paul die vraagt zich dat hardop af. Hun volwassen leven is op een bepaalde manier nooit begonnen. Dat ze allebei geen vrouw hadden of een gezin konden starten. En om nu iets nieuws te beginnen, daar zijn ze te oud voor. Ze zijn beide tegen de 50 of in de 50. Te oud voor de liefde en dus voor kinderen te oud om nog iets nieuws te beginnen. Dan het verlangen naar wraak. Het verlangen naar wraak van Hedwiges is heel fel. Want hij meent te weten wie het heeft gedaan. En Paul is daarmee eens. Hij vindt dat Paul daarin het initiatief moet nemen. Zorg jij nou dat ik aan een pistool kan komen, want je hebt er een in je verzameling. Maar van het schieten met het pistool komt niks terecht. En het pistool raakt weg. Dat is het gekke ervan. Het komt niet meer boven water als hij al overleden is. Geen van beiden is in staat zijn wraak vorm te geven. Daar zijn het ook geen mensen voor. Hè? Paul is trouw, een mantelzorger, doet geen vlieg kwaad, verknocht aan Marienveen, zonder jaloezie of egoïsme, gewoon een goed mens. Een eenvoudige jongen, een goed mens. Hedwiges is iets minder intelligent, maar doodgoed, heeft geen kapsones, een beetje naïef door op te gaan scheppen dat je miljonair bent. Dat kun je beter niet doen als je dat bent in een kroeg. Maar hij is zonder enige vorm van egoïsme. In die zin vormen zij het goede tegenover het kwade in de roman. Je kan best ook verdedigen op het tentamen dat het een boek is over goed en kwaad en het verschil daarin.
en het veel van de goede elementen van het platteland zijn in dat, in die roman terug te vinden, in het plattelandsleven, van het plattelandsleven ook, hè. Trouw aan de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld, zijn ze allebei, ook al doen ze er niet veel aan. Er zijn wel meer vormen van trouw die moreel goed zijn. Dan tenslotte is het een ode aan het platteland. Het beschrijft de natuur op een prachtige manier. Het laat de snelle veranderingen in de samenleving zien, die niet iedereen kan meevoelen. Die komst van de vreemdelingen heeft veranderd natuurlijk zo'n samenleving. Het zwijgen is heel typerend voor dat platteland. Het wantrouwen ten opzichte van het Westen en de mensen uit het Westen speelt ook een rol. Het geïsoleerd leven van die buitenlanders, behalve dan de Chinezen, die doen wel zogenaamd mee, maar in feite blijven ze ook op een afstand. Maar er is ook op het platteland altijd plaats voor zonderlingen, en dat is in dit geval het Wiegers. Die kunnen gewoon meedoen in de samenleving. In de stad word je uitgekotst omdat je anders bent en een beetje vreemd. En dan denken ze dat je van lotje getikt bent, maar dat ben je helemaal niet. Je bent gewoon anders en dat wordt geaccepteerd. Het platteland wordt ook beschreven als een plaats waar niks gebeurt. Waar niks geen grote manifestaties, feesten of partijen zijn, met één uitzondering, dat de carnavalsoptocht wordt op een gegeven moment in het jaar dat die Rus naar beneden gestort is met dat vliegtuigje, wordt het als een enorme bacchanaal, wordt dat beschreven met een kotsende hand. En die moeder die er dan, de moeder van Paul, die dan die Anton weer achterna gaat en hem vasthoudt en omhelst zelfs. Nou, dat is dan het hoogtepunt van het jaar. Maar verder gebeurt er niks in Mariënveen. En er is een bordeel voor het nodige vertier. En dat is het dan zo'n beetje. Dat is het meest afwijkende wat daar plaatsvindt. Verder gebeurt er helemaal niks. Maar dat is niet verkeerd. Dat is geen kritiek op het platteland. Maar het is eerder, denk ik, een boek over de goede kanten van het Twentse land. En daarmee wil ik het bij laten. Daar wil ik het bij laten. Vond je het wat? Had je er wat aan? Like dan even mijn video's. Kijk op mijn kanaal. En ik zie je de volgende keer weer terug.